Veel was Mick van Dijken dit jaar nog niet in Zeeland. Of hij was op trainingskamp met de ploeg, of hij reed een buitenlandse wedstrijd, zoals laatst in Italië. En daar ging hij in de massasprint de strijd aan met 30-voudig Tour de France ritwinnaar Mark Cavendish. Het is heel mooi als je dan ook in het rijtje bij Cavendish staat, zeg maar. Dat is wel een jongensdroom. Die mannen zie je op tv rijden en als je daar dan zelf tegen mag rijden, dan dat is wel kick hoor. Ondanks zijn goede prestatie in de sprint in Italië ziet Van Dijken zich niet per se als toekomstig topsprinter. Hij is echt nog aan het ontdekken wat hij het beste op een fiets kan. Het liefste rijd ik gewoon hele dagen hard. Dus gewoon zo'n finale bijvoorbeeld, dat je gewoon een afvalrace eigenlijk. Dus heel zwaar, slecht weer, kasseien, bende, weet je wel. En dan kijken wie er overblijft en dan kijken of ik kan sprinten of weg kan rijden. Dat vind ik het mooiste eigenlijk. Bij het opleidingsteam van Jumbo-Visma zit Van Dijken dan ook helemaal op zijn plek. Want dat is voor hem de beste leerschool. Het gaat best wel ver. Je leert echt profrenner worden. Het is niet alleen hard fietsen, wat veel mensen denken. Gewoon fietsen, veel fietsen en dan kom je er wel. Het zijn heel veel dingen die erbij komen kijken. En dat is wel zwaar. Maar ja, je merkt gewoon aan alles dat je vooruit gaat. Dus dan is hard werken ook niet zo erg. En uiteindelijk, hopelijk zo goed te worden dat ik uiteindelijk ook naar het hoofdteam door kan stromen. Voor Van Dijken is het daarom de komende tijd belangrijk om veel wedstrijden te rijden. Maar juist dat wordt door corona moeilijk. Want de wedstrijdkalender is voor zijn ploeg erg leeg. Als er iets is, dan rijden we, weet je. En of het dan klimmen is of afdalen of sprinten, dat maakt eigenlijk niet uit. We willen gewoon zoveel mogelijk nog kunnen rijden. En ik bel wel eens met ploeggenoten gewoon iets vaker dan normaal. Van hey, hoe is het? Of hoe gaan de trainingen bijvoorbeeld? En dat zijn dingen die ons helpen en die ons sterker maken in het einde, denk ik. Je bent nu 21. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Goh, hopelijk met mijn handen omhoog in de Tour de France in een of andere etappe. Dat zou wel mooi zijn.